Hallo, welkom bij een nieuw filmpje over de Disney minifigures. Het heeft een tijdje geduurd en dat komt omdat ze eigenlijk bijna overal zijn uitverkocht. Ze zijn er niet meer echt makkelijk te vinden. Ik kwam de pakjes die ik je nu ga laten zien. Die. En die. Die kwam ik tegen toen ik in Katwijk was. En toen heb ik er meteen 3 gekocht. Dat waren ook meteen de laatste 3. En ik ga je laten zien wat erin zit. Op de achtergrond kan je de popjes zien die ik al heb. En er zijn natuurlijk nog een aantal die ik mis. Pakje 1. Nou, dit is misschien al een beetje te zien. Het is de genie. En die hebben we daar al. Als we even hier kijken, dan is dit degene die ik eigenlijk alleen nog echt wil hebben. De rest, Peter Pan mis ik nog. En ik mis volgens mij... ik mis die nog. Ik mis haar mis ik nog. Peter Pan, 1, 2, 3. En volgens mij is er nog eentje die ik mis, maar dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Maar dat vind ik ook niet zo erg. Het gaat mij vooral... Oh, Katrien zie ik niet ertussen. Nou, die mis ik dus. Ik ga nu even snel de geest in elkaar zetten. De geest is een beetje lastig omdat die maar op 1 voetje staat. En dat gaat nog wel eens mis. Nou, het is dus een beetje voorbij met de Disney minifigures. Er komen wel weer nieuwe minifigures aan. En die zijn niet zo leuk. Vind ik niet zo leuk als deze Disney. Deze Disney vind ik heel erg leuk. Dus ik ga ze waarschijnlijk gewoon online bij bestellen. Nou, dit was de genie uit Aladdin. Pakje nummer 2. Ik wil namelijk mijn collectie best wel graag compleet hebben. Ook deze hebben we al. Dit is Incredible. Zo. Haar op zijn hoofd. En het krantje vast. Nou, mocht je hem nog een keer van dichtbij willen zien. Even kijken, even scherp zetten. Kijk, daar is hij. Ho. Oh. Daar is hij. Bij de geest. We hebben nog 1 kans. Even dit een beetje netjes opzij zetten. Dit is hem. Ik heb er nog niet in gekeken. En het is de kat uit Alice. En die hebben we ook al. Nou, ik zet hem wel gewoon in elkaar. Dus jammer. Dit waren allemaal dubbelen, maar dat zit er natuurlijk dik in. Dat het zoveel dubbelen zijn. Ik vergeet de staart helemaal. Wat ik trouwens op mijn kanaal zag, was dat ik al bijna 900 subs heb. En het leek me eigenlijk wel grappig om, als ik de 1000 kan halen, om dan een giveaway te doen. En ik weet nog niet wat voor giveaway. Ik heb nog Lego Dimensions over, dubbel. Dus misschien doe ik dat. Misschien doe ik iets anders. Misschien geef ik een wetenschapsproefjes ding weg. Maar we gaan richting de 1000. Dus als je nog geen lid bent, word dan lid. Op mijn kanaal heb je Lego, proefjes, trucjes, computerspellen. De laatste tijd is er heel veel Pokémon Go. En ik zou zeggen, subscribe, word lid, zorg dat ik die 1000 haal. En dan gaan we giveaways doen. Nou, tot de volgende keer.